Dames en heren, wat ben ik blij een mens te zijn. Wat ben ik blij een mens te zijn in deze tijd. Wat ben ik blij een mens te zijn in deze tijd in Nederland. We zouden vaker moeten realiseren dat het helemaal niet zo voor de hand ligt dat je in vrede leeft met een dak boven je hoofd, met eten op voorraad, toegang tot sanitair en schoon drinkwater, toegang tot onderwijs en medische voorzieningen en gevrijwaard van corruptie. Waar je kunt zijn wie je bent en waar je kunt meebeslissen in je gemeenschap. Ik geloof ook niet dat iemand van ons zou willen ruilen met enige andere generatie. Vandaag komen we samen omdat we voor hoop gekozen hebben in plaats van angst. Gekozen hebben voor vooruitgang in plaats van conflicten en strijd. Natuurlijk kent de vrede vele problemen en is de democratie niet volmaakt. Maar ik zeg u vandaag dat ondanks de moeilijkheden en de frustraties van nu, ik nog altijd een droom heb. Het is een droom die diep geworteld zit in de mens. Want het maakt niet uit wat je bent of waar je vandaan komt. Hoe je eruit ziet of waar je liefde ligt. Het maakt niet uit of je zwart of blank of Latino of Aziatisch of jong of oud of rijk of arm of mooi of lelijk. Gezond, gehandicapt, homo, hetero. Het maakt niet uit. Ik heb een droom dat op een dag mensen wereldwijd elkaar de handen zullen reiken. Want wat ons bindt is veel groter dan wat ons scheidt. Natuurlijk, we staan natuurlijk voor nieuwe uitdagingen. En de manier waarop we ze tegemoet treden kan ook nieuw zijn. Ik heb altijd geloofd dat hoop dat koppige ding is in ons dat aandringt. Ondanks alle bewijs van het tegendeel dat iets beters op ons wacht. Zolang we de moed hebben om verder te blijven reiken, te blijven werken en te blijven vechten. We kunnen het. En we gaan het ook doen. De discussies die wij vandaag hebben zijn een teken van onze vrijheid. We kunnen nooit vergeten dat mensen in verre landen op dit moment hun leven riskeren alleen maar voor de kans om hun stem uit te brengen. Want uiteindelijk kiest iedereen die vrij is om te kiezen voor vrede. Vraag daarom niet, medelandgenoten, wat u voor uw land kan doen, wat uw land voor u kan doen. Vraag wat u voor uw land kan doen. Medeburgers van de wereld, vraag niet wat de wereld voor u zal doen, maar vraag wat wij samen kunnen doen voor de wereld. Zegt het hier en zegt het nu. De hoop is doorgegeven aan een nieuwe generatie. En ik sluit daarom af met een oproep, met de woorden van de grote Nelson Mandela. De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen. Ik dank u wel.